heel veel zakdoeken voor meester Martin bij zijn vertrek. Ik kijk gewoon terug op fantastische jaren, joh. Het is echt de mooiste baan van de wereld. Waar kan je nou toneelspelen, zingen, met kinderen aan de toekomst werken? Dat is echt zo ontzettend mooi. Dus nee, ik ga wat anders doen, maar het is mooi geweest. Het is heel mooi geweest. En dat is meester Martin Kooijmans, zoals de mensen hem kennen, ten voeten uit. Gevoelig, bescheiden en bovenal een mensenmens. Hij nam donderdag afscheid als directeur van zijn Prinses Juliana School in Lieren en gaat genieten van zijn pensioen. Wat gaat u doen? Eerst even niks, tot de herfstvakantie. En dan ga ik me ergens anders dienstbaar maken. En dat enige idee? TV Apeldoorn. Oh, kan. Mag. Nee hoor, maar zoiets. Vrijwilligerswerk, de buurtbus, mijn hospice, Alzheimer Café, overal waar vacatures zijn, waar mensen nodig zijn om vrijwillig een bijdrage te leveren aan de samenleving. Daar ga ik iets voor zoeken. Ga ook golven en gewoon een beetje luieren. Maar ik wil ook heel graag nog iets voor de samenleving doen. Voor Martin werd er 2 keer een défilé georganiseerd. 'S Middags liepen hier de scholieren met hun ouders aan hem voorbij. En 's avonds was het de beurt aan oud-leerlingen, collega's, vrienden en inwoners van Lieren. Maar ook Sinterklaas en zijn Piet kwamen plotseling de school bezoeken. 14 dagen zijn we al eens. 14 dagen! Niet te geloven! Ja. De pokken weer. De pokken weer. Ja. Toen we weggingen was het mooi. Ja, nu is het niet te geloven dat we zo schrikken. Hoewel hij al 13 jaar directeur van de school is, vindt hij de titel meester veel beter bij hem passen. Dat woordje directeur, dat boeit mij niet echt. Ik ben gewoon de meester hier, samen met Peter, onze leraarondersteuner. En natuurlijk moet er iemand eindverantwoordelijk zijn, en dat ben ik, maar, en dat weet ik ook. Maar eerst ben ik de meester. Vroeger was het zo dat de directeur van de school ook les gaf. Ja. Deed u dat ook? Ja, ik gaf op donderdag les in groep 5-6. Tot mijn grote plezier om bij de kinderen te zijn. Al wist ik wel dat ik niet alles kon geven wat een meester op zo'n dag hoort te doen. Bovendien was ik de duurst betaalde meester van Nederland. Meester Martin kreeg opvallend veel zakdoeken. Niet omdat hij zo vaak verkouden is, maar omdat... Ik ben nogal een emotionele man. Dus vanmiddag bij groep 7-8 ging het ook even helemaal mis. En dan schiet het ook door naar de kinderen. Dus die staan dan ook allemaal al... Dus ik heb heel veel zakdoeken gekregen. Hele mooie zakdoeken beschreven en beschilderd. Superleuk. Ik ga mijn vrouw vragen om daar een soort patchwork van te maken. En dan, dus die zakdoeken, dat is een mand vol zakdoeken. Maar ook hele lieve kaartjes en berichten. En ja, er is zelfs een Martin uitgebracht. Nou, ik kan hem niet openen, want het is te heftig allemaal. Mm. Ja. Ja. Als u dan zo gevoelig bent, dan zal deze dag wel sowieso lastig zijn om te beleven. Ja, is het ook. Is het ook. Maar ik had u liever niet? Nou, ja, wel. Jawel, want het is ook, je moet een ander ook gelegenheid geven om afscheid van jou te nemen. Martin kijkt met verschillende emoties terug naar zijn 40 jaar dat hij in het onderwijs zat. Nou, er is één heel verdrietig moment. En als mensen kijken naar dit programma, dan weten ze wat ik bedoel. We hebben 1 keer met de kinderen van groep 8 een leerling begraven, Ilona. Ik eer haar nog elk jaar door het over het meisje met het rode haar te hebben. Dat was 80e jaren, dat was heel heftig. Er was geen protocol. We deden wat we dachten dat goed was. En heel veel van geleerd, maar ik denk er nog heel vaak aan. Ja. En voor de rest natuurlijk de 1 april grappen. Waar je gewoon intuint. Ik had een keer een brief geschreven van Varta. Dat waren de batterijen. Ruim van tevoren. Maar denk eraan donderdag. Neem alles mee. Want Varta komt ons als project gebruiken. Nou, daar kwamen ze aan met alle dingen met batterijen. Zelfs vaders met boren. Alleen die gingen dan heel stiekem weer in de auto. Toen ze zagen dat het fake news was. Ja, dat zijn. Ja. Maar gewoon elke dag, joh. Elke dag hier binnenkomen is gewoon super tof. Ja, dat is echt haast verslavend. Kinderen, gelukkige kinderen, wie wil dat niet? Dus dat is echt wereldtijd geweest.